Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor Amor. En vandaag ga ik op pad met Wim, met de politie B-klas gemaakt door het ministerie van Mots. Hij staat al buiten naast de Tourans en motoren. Binnenkort pakken we ook weer de motor, want het... Oh, dat is de verkeerde knop. Dat moeten we even fixen, want we hebben zo te zien maar geen ultimate backup. Dat is altijd onhandig. Zodra we crashen of zo, fixen we dat even. Ik wilde wijzen met de B, omdat ik dat van 5M gewend ben. Maar in ieder geval, we pakken binnenkort de motor weer eens, want de sneeuw is weg, dus dan kunnen we weer de motor pakken. Wij gaan nu in ieder geval de B-klasse even controleren. En we zullen achterin beginnen. Nou, zoals je ziet, pionnen hebben we. Die dingen wat daar bovenop staan, wat was dat ook alweer? Of daarop liggen? Heb ik geweten, geen idee. Nou, de lades kunnen we niet openmaken geloof ik, maar daar zit genoeg in en dat is allemaal compleet. Dus dat is mooi. We zullen nu even de rest blauw en zo controleren. We zitten in de ochtenddienst, het is nog donker, maar het wordt zo meteen licht. Ik zie jullie zo meteen. Zo, dat is allemaal gecontroleerd. Wij kunnen de straat op. En dat gaan we ook zeker doen. En we moeten ons even inmelden. Bij deze hebben we ons ingemeld. En dan gaan we kijken wat we vandaag gaan meemaken. Ik ben benieuwd. Voor de rest heb ik niks bijzonders te zeggen. Binnenkort komen wat video's met de Camaro online. Mogelijk het weekend, maar ik denk het nog niet. Maar misschien ook wel. Ja, nee, we gaan er gewoon proberen voor te zorgen dat die in het weekend online komen. Eentje dan. Leuk detail altijd vind ik. Ja, in dit geval komt de uitlaatgassen, noem ik ze maar even, zo heet het geloof ik ook. Uit beide uitlaten. Altijd wel een punt van detail wat ik leuk vind. En voor de rest is het gewoon een mooie B-klasse. Hij was de eerste download op de Discord van het ministerie van Mots. Dat is rood licht, maar ik negeer het, want naar rechts mag je door rood. En daar staat hij gelukkig, of geloof ik, onder mededelingen. Op de Discord dan. 12:01, 12:01. Ja. Dan rijdt daar iemand, die is gespot via de ANPR camera's. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognizer. Toch, ja. Dus we gaan even kijken. 12:01, 12:01. Hij staat achter deze bus. Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. Even kijken of het de auto is die nu rechtdoor rijdt of deze. Ja, het is die wat voor deze auto hier voor ons rijdt. Hij stopt. Waarom stoppen ze hier joh, gekkies? Oh, hij rijdt er rood. Mogelijk heeft hij ons al gezien. Oh, dat was een klein tikje. Voelen we niks van. Eén persoon in het voertuig zou te zien. En twee. Hey, staan blijven. Even staan blijven, grap. Ik wil eerst meteen met mijn vrouw praten, wat ga je doen? Even staan blijven beide. Ik wil geen rare dingen zien, want ik heb een taser en een wapenstok, dus denk eraan. Maar even beide omdraaien. In ieder geval niet meteen omdraaien, maar ik wil gewoon even met ze praten. Even kijken, we hebben de situatie redelijk onder controle. Ik ga die mevrouw even meenemen, de stoep op en die meneer ook. En gewoon even praten
Ik weet niet of het kan, maar ik wil er wel graag even een eenheidje bij. Nee, jullie blijven staan. Als je gaat rijden, dan schiet ik. Nogmaals, ik wil van u even een identiteitsbewijs, mevrouw. We gaan het maar even hier doen. Ze niet luisteren. Ik wil dus even netjes op de stoep zetten tot niemand last van ons had verder. Goed. Mevrouw, u wordt sowieso nog gezocht. Dus ik ga u alvast aanhouden. Meneer, geen rare dingen doen. Want u gaat naar de grond. Die man die vertrouw ik niet. Hij gaat hier op je knieën zitten. Ja. Van jou wil ik ook een identiteitsbewijs. Dank je. Hij heeft een vergunning om vuurwapens te dragen. Ik wil wel weten, heb je op dit moment een vuurwapen bij? Kan ik dat vragen? Nee. Ja, dat... Je hebt het recht niet om te fouilleren. Nou, in Nederland zit het net iets anders met vuurwapenwet, dus ik ga hem lekker wel fouilleren. Mag hem draaien. Ga hem alleen, ja, ga ik hem aanhouden voor verboden wapenbezit als hij er na de vuurwapen bij heeft, want hij heeft dus het recht om er eentje te dragen. Nou, hij heeft hem niet bij. Ja goed, zij wordt gezocht, hij niet. Voertuig, ja, die was van haar. Hij heeft een rijbewijs bij, ik laat hem maar gaan. Hij zat er wel bij, weliswaar bij een voertuig. Normaal gesproken, als je een gezocht persoon aanhoudt, dan ga je geloof ik via BTGV-stijl iedereen even onderzoeken. Maar goed, hij mag mij betreft verder. En voor de jonge dame ga ik in ieder geval een transporteenheid vragen. En dan nog even fouilleren. Maar ja, je kunt hem vooruit laten fouilleren. Ja, dat kan even niet, want het transport is al onderweg. En ik wil nu even snel weten of zij iets bij heeft. Drugs, soort van drugs. Oké. Okay. Auto staat perfect geparkeerd hier, want de rest staat ook zo geparkeerd. En wij kunnen door. Melding heet inderdaad fietsdiefstal. We gaan eens kijken of we het boefje kunnen treffen. Rijdt of fiets. Ja, dan rij je. Nee, ja, rij je als je op een fiets zit of fiets je. Ja, je fietst dan, hè. Maar eigenlijk is het ook rijden. Toch? Ik weet niet. In ieder geval fietst slash rijdt hier in de omgeving. Dat scheelde heel weinig, maar dat lag absoluut niet aan mij. Nou, auto heeft een beetje moeite met schakelen. Een beetje gas erop. Oh, ja, we hebben de fietser in zicht. Hoi, even staan blijven. Jij bent een fietserdief en dat mag niet. Hoi, stoppen. Wat gaat hij nou allemaal doen? Staan blijven, kom op. Blijf eens even staan, kom op. Uitstappen, afstappen bedoel ik. Dat is een politiefiets, hè? Ja. Staan blijven, kom op. OC achtervolging te voet. Ja, eenheden. Hier zo, ja. En stop, nee, oké, okay, dank je. Staan blijven, oeh, kom maar, stoppen. Ja, nee, oké, okay, jammer. Staan blijven. Boom, ah, mis. Kom op. Staan blijven. Boom, ja, raak. Deze erop, anders blijven we nog uren rennen. Stoppen. Ik ben aangehouden voor diefstal van een fiets en negeren. Ambtelijk bevel of zo, stopteken. Ja, mis. Oké. Okay. Pak een pik. Vuurlijnen. Ja, niet schieten dus. Staan blijven.
We gaan er wel weer terug naar de auto, dus dat scheelt. Kom op. Taser, taser, taser. Mis, want hij schiet niet. Een of andere reden. En piem. Zo. Nog een keer poging. 2. Stoppen. Vuurlijnen. Ik loop iets naar achteren. Ik zie de andere collega niet. Die is daar. Jullie staan in elkaars vuurlijnen. Een soort van... Oké. Ja, ik ga naderen. Ja. Jij gaat naderen. Oké, eenmaal aanhouding. En onze fiets van een collega die dus nu zonder fiets zit, die is terug. En jullie hebben het busje mee, dus jullie kunnen ook de fiets meenemen. Lekker gewerkt. Pikkies. Stoptekens zie je niet zo goed, hè. In het echt... Ja, in het echt... Ja, weet ik niet. In het echt zie je hem ook niet heel goed. Denk ik. Ik weet het eigenlijk niet, want ik heb nog nooit een stopteken gehad van een B-klasse. Ook niet van Touran of zo. Maar dat denk ik gewoon. Touran was toch iets beter zichtbaar, maar in het echt valt dat misschien toch wel weer mee. Kijk eens daar, daar is ook nog een bussie die gaat zorgen voor die fiets. We regelen dat allemaal met z'n allen. En ik hoef uiteindelijk helemaal niks te doen en kan weer met vervolg. Ideaal. Die moet mij worden... Oh, oké, die is daar. Nee, ik kreeg hem even op de Great Ocean Highway. HW Griekse I. Of ja, nee, hè? Is dat nou de snelweg? Dus, of is dat echt gewoon de ocean, de oceaan? Ik dacht al, die wilde ik even zien waar dat nou precies is. Als er een gestrande boot op de snelweg was, dan wil ik daar heel graag heen. Maar nu ga ik mij daar niet mee bezighouden. Een voertuig. Een voertuig wat is wat een kenteken heeft dat eindigt op 054. Die is gespot. Ter hoogte van hier dit kruispunt. En die is mogelijk, ja. De route gaat naar links, maar de... Ja, hij gaat deze kant op. We have one suspect. Suspect one, a Asian male. Een Aziatische meneer. Is mogelijk richting deze weg. Daar vloog ook een auto voorbij, geloof ik. Hier moeten we alleen even wachten. Zou hem dat dan zijn? Naar achter rijdt wel iets. Oké, dit is ook niet zo handig. Het lijkt wel echt op een race, dus we gaan even blauw erop laten zitten. We zetten blauw aan en laten we aanstaan, dat bedoel ik daarmee. Als je hier door dit dat is hem denk ik. Maar dat weet ik ook niet zeker. Nee, dat is hem niet. Nee. Moeilijk zoeken natuurlijk. We krijgen wel wat locatie door van cameratoezicht. Maar dat was ook het laatste dat hij ergens hier in een steegje reed. Oeh, hij rijdt helemaal de andere kant op. Ja, nu rijdt hij. Nu is hij echt ver van ons weg. Ik weet helemaal niet wat voor voertuig het is. Rechts vrij. Vehicle blocked scene at a red light eastbound on San Andreas Avenue.
Is dat hem? Hij moet hem bijna wel zijn, hij rijdt super hard. Ja, dit is hem. Weet of die er nou vandoor gaat. We houden het de mogelijkheid open dat hij er vandoor gaat. Als je hier dan stopt, dan stop op de parkeerplaats. Asian mail, dat klopt. Kenteken klopt. Goedendag. Hallo. Waarom rijdt hij zo snel? Ja, ik heb een cursus hiervoor gevolgd, dus ik rij veilig hoor. Ja, maar zo werkt het niet, vriend. Heb je voor mij een rijbewijs? Mijn rijbewijs. Kipman. Nou, dankjewel Mark. Ja, maar even controleren. Oké, die is verlopen ook nog. Goed, ik ga even jouw kenteken controleren of er nog wat verder op jouw naam staat. Of in ieder geval op dit voertuig, of dit al vaker is voorgekomen. Ondertussen, als ik dat doe, waarom rij je met een... Het voertuig is niet verzekerd. Oké, even kijken. Ja, nee, dat, zo werkt het allemaal niet. Dus hij rijdt met een... nog een keer, wat was met kenteken? Nou, in ieder geval, ik geloof geen verzekerd voertuig. Controleren we dan nog één keer, even snel. Een verlopen rijbewijs. Ontzettend hard. Dus, wat mij betreft... gaat hij van mij gewoon, ik krijg geen, ja oké, okay. Geen verzekering en zijn rijbewijs is ingevuld, dus dat is speeding. Ik heb geen meting gedaan, dus ik kan niet pakken op hoe de snelheid, maar wel dangerous driving. Reckless driving pakken we gewoon. Dan pakken we dus expired license en expired insurance, stond hij er ook niet ergens. No insurance, hier zo. En dan wordt dat voertuig sowieso in beslag genomen. Het zijn een flink aantal bekeuringen. Dus je mag uitstappen, het voertuig wordt in beslag genomen door mij. Komt een takelwaggel deze kant op. En ik ga je daarbij ook aanmelden voor een EMG cursus. En voor de mensen die niet weten wat dat is, die mogen, of die weten wat dat is, die mogen dat in de comments zetten. En uitleggen voor de rest. Dus als je niet weet wat dat is, kun je dat lekker in de comments lezen. En ik ben niet klaar met je vriend. Want die EMG die ga je natuurlijk pas kunnen doen als je je rijbewijs weer terug hebt. En die is niet in beslag genomen, want je had er geen. Maar ja, ja, dan moet je dus wel even laten verlengen. En je hoort me toch niet meer. Maar is 1000 euro en op eigen kosten. Juju. En zo. Goedendag. Oké, okay. Ik heb trouwens knipperende koplampjes geïnstalleerd. En geen knipperende achterlampjes meer. Daarbij, als je me begrijpt, kom je nou weer terug? Als je nou weer terugkomt, dan ben je aangehouden. Ah, ja, 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 dat gaan we niet doen. Ja, hij mag erin zitten trouwens, maar... Ja, wacht even. Sta maar even uit. Wacht, dan kan ik zo.
Yo. Oh, daar is pech uit de weg. wat wil ik zeggen? Ja, ik had voorheen altijd de koplampjes of de achterlichten die aan en uit gingen als ik blauw aan had. Dat heb ik nu niet meer, zoals je ziet. En voor heb je de wigwag, of hoe heet dat, en dat zie je ook op de muur. Dus dat is allemaal leuk. En we gaan nu naar een traffic accident. En dat is ook de laatste voor vandaag. En dat is een prio 1 melding. Oké. Hallo, blijft u rustig in het voertuig zitten, mevrouw. Aan de brandweer. Oh, die staat in de fik. Ja, en mijn brandblusser, die hebben wij. We gaan de eenheden, of in ieder geval de hulpdiensten, verder laten komen hoor. Niet, ja, allemaal. Oh shit. Komt allemaal goed, niks aan de hand. Ja. Wilt dat niet? Dat wilt niet. Ultimate backup, dat kan toch gewoon. We've got an ambulance call in. Misschien komen ze zo wel. Respond code 3. Nou, als ze niet komen, dan hebben we in ieder geval toch opgeroepen. Ja, er komt iets. Goeiedag. Hallo, gaat het? Hoe gaat het? Hallo, u bent. U bent een van de inzittenden. Hoe gaat het met u? Geschrokken denk ik. Iets gedronken, dat is wel een vraag die we ze gaan stellen. Alcohol is niet goed voor mijn gezondheid. Nee, dat klopt zeker. Hoi collega's. Even kijken hoor. Ga je wel even laten blazen? Oké, je hebt dus wel gedronken. Je zegt van niet, maar je hebt zeker wel gedronken. Heb je drugs genomen? Ambulance heeft beide personen gecontroleerd. Nu zeggen jullie, dat kan toch helemaal niet, want ze zijn helemaal niet bij jou, deze mevrouw geweest. Nee, dat klopt. Maar bij deze. Ja, goed. Dus blijf even staan. Nou, we kunnen natuurlijk niet... Loop je naar achter me aan? Oh, nee. We kunnen natuurlijk allemaal niet perfect afhandelen. Dus we gaan, we hebben fotootjes gemaakt, VOA is langs geweest. Alles terwijl jullie niet waren aan het opletten, ik zeg het jullie. Deze is er weg. Goedendag, hallo. Ja, oh, ze stapt al uit. Hallo, hoe gaat het? Ja, goed, oké. U bent uitgestapt, u zat bekneld hè, maar ja, daar was de brandweer voor. Heeft u iets gedronken toevallig? Oh, ik ga vieren, sorry, dat was niet mijn bedoeling. Ja, wat u bij heeft, dat vind ik allemaal niet zo spannend. U mag even blazen, want boom is ho en boom is blazen, zegt Wim altijd. Thanks. Alsjeblieft. Ja, dat is helemaal in orde. En nog even een drugstest, en als dan alles in orde is, dan gaat uw auto worden weggesleept. En dan ga ik voor u een taxi regelen. Bliep, 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 bliep. Hallo met Wim, taxi alsjeblieft, dankjewel, joejoe. En dan gaan we dit verder, is er dus een aanrijding materieel, geen slachtoffers. En gaan beide dames lekker naar huis, bijkomen van de schrik. Gegevens hebben we uitgewisseld en dan kunnen we eindgoed, altgoed naar het bureau gaan. Schrijfwerk, tikwerk. Typewerk, hoe je het wilt noemen, gaan we in orde maken. En dan is het einde video. Ik ga jullie nu alvast bedanken voor het kijken, want we kunnen wel samen met jullie naar het bureau. Nou ja, nu is het wel gewond terugrijden, maar dat wordt er allemaal niet beter op, lijkt mij.
want er gaat toch niks meer gebeuren. Dus bij deze bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Nogmaals, we gaan ervoor om in het weekend één van de Camar video's online te pleuren. Ja, vind je Camar nou leuk en vind je roleplay nou leuk, dan heb je Camar roleplay en dan ga je dat helemaal super leuk vinden, lijkt mij. Nou, tot dan. Joe.